Weet jullie wat een Freakshake cupcake is? Ja. Wauw, kijk, zo één. Wow. Zo, Klaas. Ja. Dat is er, jongens. Lijkt wel zo'n milkshake eigenlijk, hè? Met twee kleuren botercrème en zo. Oh, ik moet dit zo ook gaan maken. We gaan laten zien hoe we botercrème maken en dan met meerdere kleuren. We pakken wat kleuren bij elkaar. Dat doe ik erin. Beetje zo aan één kant, zeg maar. Als kijk aan mijn brokken erin. Zie je, even een beetje zo aan deze kant, mooi crème. Een beetje zo aan deze kant. Dan zie je eigenlijk die kleur al heel goed een beetje zo zitten. Zie je, in je spuit, zeg ik zo. Ja. Dat is leuk, hè? Dat is echt heel goed. Kijk, dan heb je eigenlijk een hele mooie. En dan hebben we nog een techniekje, die ga ik ook laten zien, joh. Maar dat doen we op basis van blanke botercrème. Eigenlijk gewoon witte botercrème. Dan pakken we eigenlijk gewoon de kleurstofpotjes. Je maakt eigenlijk aan de binnenkant met een tape van die lijnen. Kijk, hier zie je ook weer een beetje de kleuren zo. Zie je zo aan de zijkant, zie je, spuit hem op. Zo kan het ook, hè? Zie je, dat heb je weer een heel ander effect, zie je? Door het wit wat er doorheen zit, ziet het er heel anders uit weer. Omdat de kandidaten straks een fruit Freakshake cupcake gaan maken, laten de chefs nog even zien hoe je een partje watermeloen van marsepein maakt. Ze bouwen de meloen in verschillende lagen op en snijden er dan een stukje uit. Net echt fruit. We hebben hier een donutje ook gebakken, zie je? Deze gewoon. Op de donut komt als finishing touch druipende gekleurde chocolade. Een echte driptechniek. Eigenlijk heel snel te maken, joh. Ja. 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 Yeah.